Ontbijtje, broodje voor de baas, met geraspte kaas van de Euroshop. Ontbijtje, koffie erbij, ja dat weet je. Koffie voor de baas van de Euroshop en geraspte kaas. La 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 la. La 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 ontbijtje, broodje voor de baas. Met een schijf tomaat van de Euroshopper. Ontbijtje. Mayonaise erop, ja dat krijg je van de Euroshopper. Broodje voor de baas. Met geraspte kaas. Ichiwa. En vandaag ga ik voor jullie testen. De Cola Light van de Euroshopper. 1,5 liter. Waarom Euroshopper? Nou ja, ik ben gewoon een Euroshopper fan. Ik vind het een leuk designmerk. En daarnaast is het ook heerlijk goedkoop. Een fles Euroshopper cola kost 29 cent. Ja? 29 cent. Dat is 1,5 liter. We gaan even kijken. Dat is zeg maar 20 cent per liter. Dus 10 liter is 2 euro. 100 liter is 20 euro voor 100. Voor 20 euro heb je 100 liter Cola Light. Dan zijn er mensen die zeggen van ja, onzin, dat smaakt niet, dat is niet te zuipen. Nou, als je dit gewoon koud drinkt, is er niks aan de hand. Als je dit gaat mixen met whisky, is er ook helemaal niks aan de hand. En bovendien is het gewoon een kwestie van gewenning, vind ik. Ik zelf drink het net zo graag als gewone cola. En ik vind het gewoon lekker goedkoop, ik vind het gewoon leuk. En niet iedereen heeft al het geld ter wereld. Nou, voor cola heb je dat dus niet nodig. Het rare is dat de Euroshopper cola, wat is gewoon met bronwater wordt gemaakt, goedkoper is dan bronwater. Als je bronwater koopt, goedkoop bronwater, nou, dat heb je vanaf 45 cent, dit is 28 cent. Nou, ik heb een groot glas gepakt, dus het kan 1,5 liter in. Zo, ik heb vol. En het eerste glas. Dat was 1,5 liter. Ik vraag me af of ik die wel zo in één keer leeg krijg. Ja, dat smaakt gewoon naar cola. Er zit saccharine in, geloof ik. In ieder geval tegenwoordig bekend zoals Nutrasweet. Je hebt ook van die Coca-Cola Light. En die vind ik echt niet te zuip. Die smaakt chemisch. En ik dacht vroeger van, hé, ik ben daar gewend. Maar het blijkt gewoon dat ze een ander soort nepsuiker hebben gebruikt, waardoor het toch gewoon naar cola smaakt. En ja, dat drinkt lekker weg, toch? Ik denk dat deze cola net zo schadelijk is als alle andere cola's, dat je er ook schroef in kan oplossen. Maar dat is ook alweer een fabeltje, want dat is eigenlijk, dat zit hem niet in de cola, dat zit hem in de koolzuur. De koolzuur die maakt die schroef schoon. Dus Al leg je een schroef in een bak met spaarwater, dan wordt die schroef ook schoon. Al raamt het er wel bij dat hier ook een bepaald soort zuur in zit. En wat ik laatst gelezen heb of gehoord heb van cola, is dat er in cola niet alleen suiker zit, maar er zit ook een theelepel zout in een fles. Dat heeft onder andere met de smaak te maken, maar dat heeft een leuk voordeel voor cola. En dat is namelijk dat je na een tijd gewoon weer dorst krijgt als je veel cola hebt gegaan. En dan zet het 1,5 liter glazen. Dan heb je toch het gevoel dat ik na 3 glazen nog wat over heb. Dat is grappig. Ja. Yeah. Cola. Vin américain. Amerikaans wijn.
Ja, nog even volhouden. Dan hebben we 1,5 liter binnen. Dit gaat sneller dan de wijn, hè? Maar bij de wijn deed ik ook expres een beetje langzaam. Het was ook de bedoeling dat ik misschien een beetje dronken werd. Dat was leuk. Nou, we hebben weer boordpissen straks. Het laatste beetje. Ja, dat is voor de volgende keer. Cola. Daar schiet je een stuk minder van. En op 1,5 liter cola voor jou en voor mij. Ik hoop dat jij het ook lekker vond. Ja, het is dus gewoon cola. Het is misschien iets zoeter, maar als je het koud maakt, dan wordt het die smaak wat stabieler. Wij thuis drinken het in ieder geval heel vaak. Ik heb een huisgenoot die liever Coca-Cola drinkt, maar als ik hem dit aanbied, dan drinkt hij het ook. Dus dat was hem. Tot de volgende keer. De Coca-Cola Light. En dat is dan ook geen Coca-Cola, maar het is gewoon. Ja, dat krijg je als je snel drinkt. Is het eruit? Het is eruit. En vandaag test ik de boterhamworst van de Euroshopper. Dat is handig. Boterhamworst, dat is wel raar. Er is eigenlijk niks over brood. Ben benieuwd hoe dat smaakt en hoe ze dan die boterham in de worst hebben gekregen. Ze kunnen dingen tegenwoordig met techniek ongelooflijk. Nou, hoe zou dat zijn? De suiker, varkensvlees. Smaakt eerlijk gezegd ook gewoon naar vlees. Ja. Misschien hebben ze er meel bij gedaan of zo. Nou ja, ik vind het niet verkeerd. Het kost ook maar 45 cent. Ik proef al iets van brood. Ergens. Ja. Op. Boterhamworst van de Euroshopper. Lekkere boterhamworst. Alleen dat brood. Dat heb ik niet gevonden. Maar ja, heb je weer wat geleerd? Da, 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 da. Daar is hij dan, waar iedereen al die tijd op gewacht heeft, de energy drink van de Euroshopper. Die energy drink, die is, of energy drink, verdomme, ja, dat is best wel lekker af en toe, weet je wel. Ik kan wel vitamine koffie drinken, maar vaak als ik in de Albert Heijn ben, dan haal ik even zo'n blikje tijdens het boodschappen. En dan, ja, dan een keer geen koffie, maar wel vitamintjes en cafeïne. En weet ik veel wat voor shit er allemaal wel niet in zit. En het is gewoon gezond. Het smaakt alleen niet zo gezond, maar het is na een tijd dat ik er toch wel aan gewend ben geraakt. En het smaakt eigenlijk best hetzelfde als Red Bull. Het is alleen iets wat je beter uit een blikje kan drinken dan uit een glas. Want een energiedrank ziet eruit als of iemand in je glas aan het pissen is. Het schuimt ook precies hetzelfde. En als je het lauw drinkt, dan smaakt het ook zo. Maar dan met prik.
En als hij koud is, dan is hij heel goed te doen. Eigenlijk alle vitamines die je zo in een dag nodig hebt. En waarschijnlijk ietsjes meer. En taurine. Taurine is ook een vorm van cafeïne eigenlijk. Waar je dus wakker van wordt. Ik lust er eigenlijk nog wel eentje. Ik krijg trouwens best wel veel leuke berichtjes van mensen. En al twee mensen gezegd hebben van hoe kan ik je helpen en ondersteunen? Ik zeg, nou, het is eigenlijk heel simpel. Als je het geld hebt, ik wil eigenlijk wel mijn Mac. En het is niet omdat ik een PC haat, dat ben het tegendeel, ik hou van PC's. Maar als het om video editen gaat, dan is dat een ander verhaal. Want vooral als ik wat complex heb geëdit en een camera gestart iedere keer, ja, dan loopt hij wel eens vast en dat is kut natuurlijk. Ik ga weer helemaal opnieuw beginnen. En als je weet dat ik per dag wel een uurtje of twee, drie per filmpje bezig ben, nou, dan weet je het wel. Ik ben best wel veel energie van nu. En moet dat vaker doen? Ik bedoel, drink jullie veel energy drinks? Niet te vaak. Ja, nu wel. Ik moet even oppassen dat ik niet veel drink, want ik ben eigenlijk al een halve ADHD. Oh, ik op een grote paddenstoel, dan met witte stippen, zat kabant erop in en aan weer te wippen. Kaptein de paddenstoel, en met een grote zoek, ging kabant erop in met de handjes in de lucht. Ik heb al 11 euro verdiend met mijn advertenties op mijn YouTube-kanaal. Er was gisteren een gesprek met een jongen, Joods natuurlijk, en die zegt 11 euro. Hoeveel is dat nou eigenlijk? Zeg, wil je weten hoeveel het is? Oké, laten we beginnen. Cornflakes, 1 euro. Schuimpjes, 69 cent. Alverine, 59 cent. Kauwgom, 35 cent. Rijst, 35 cent. Melk, 50 cent. Abrikozenjam, 80 cent. Koekjes, 60 cent. Ik wist helemaal niet dat Canada een deurenshopper was. Sicilipasta, 1 euro. Aardbeienlimonadesiroop, 85 cent. Aardappelschijfjes, 79 cent. Euroshopper koffie, 1,45. Pasta saus, 90 cent. Bier, 40 cent. Chocola, 35 cent. Dus wat zijn 11 euro? Het is gewoon een zooi. Hallo, een deurenshopper. Ik wil nu 10.000 euro op mijn rekening. En anders heb ik dat filmpje gelijk weer van mijn kanaal af. Ja, is goed. Zal mijn bankgegevens erbij pakken? Moment. Nou, ik kom net uit de winkel, want het eten was weer op. En ik heb daar iets gevonden. Dat vond ik wel interessant, daar heb ik veel van gehoord. En dat is de margarine van de Euroshopper. Die kost 41 cent. Ik heb gehoord dat veel mensen deze margarine lekker vinden. En toen dacht ik, nou, dan ga ik deze margarine toch testen. Nou, ik weet niet precies hoe je dat eet, maar het lijkt een beetje op een blok ijs, hè, met al zonder wafeltjes. Een soort dikke marsreep. Nou, daar gaan we. Mm-hmm. Ja, ik moet zeggen, zie je veel smaak aan. Nou, wel massief, het zal de maag vullen, het is vet. Ja, en er zitten natuurlijk heel veel calorieën in.
Maar om nou eerlijk te zijn, wat lekker is. Maar iedereen zijn ding natuurlijk. En trouwens, het gaat steeds beter met het kanaal, dus wie weet verdienen we wel heel veel geld. En als dat zo is, mocht je mee willen doen, hè, bijvoorbeeld dingen testen zoals de margarine, misschien kom je wel te werken. Denk er maar aan. Maar ik moet zeggen, nee. Margarine van de Euroshopper is geen lekkere margarine. Geef maar een passing maar, Vicky. Nou ja, goed. Het kan niet altijd lekker zijn. Daarom zijn het ook reviews en testen. Ja, ik zou zeggen, ik zou van die margarine wegblijven. Tenminste, zo kun je hem niet eten. Heb je weer wat geleerd? Welkom bij Marco TM. Vandaag gaan wij iets speciaals doen. Wij gaan namelijk bodypainten. Maar geen gewone bodypaint. Dat leg ik je dadelijk wel even uit. Ik loop even die kant op. Dan gaan we zo beginnen. Bodypainten, dat kun je dus doen met allemaal speciale kleurtjes en verfjes die je voor heel veel geld in de winkel koopt. En dan heb je ook nog bijvoorbeeld de eetbare, die nog duurder is. Maar dat is allemaal onzin, want bodypainten kan je ook heel gewoon doen met boterhambeleg. Of met sausjes en pasta's. We hebben een aantal dingen gekocht van de Euroshopper natuurlijk, zoals je weet. We hebben hier bijvoorbeeld de ketchup voor de rode kleur. We hebben mosterd voor de gele tintjes. Chocoladepasta bruin. Mayonaise eventueel. Nou, ik heb een speciaal model voor deze gelegenheid. En dat is de heer Wilders. Meneer Wilders, kunt u even komen? Ja, komt u maar hier. Goed, dit is meneer Wilders. Meneer Wilders is een leidinggevend persoon bij een belangrijke organisatie. En daarom wil meneer Wilders liever niet zichtbaar in beeld. Daarom hebben we een mooie Dirk van den Broektas over de kop getrokken. Nou, laten we gelijk maar beginnen. Wat kleurtje zal ik eens doen? Ik denk dat we het beste kunnen beginnen met de chocoladepasta. Voor een mooi dekkend resultaat. Zo. Het is niet meteen de allergoedkoopste. Deze is op 1,50 euro. Eerst zoals je weet ook Albert Heijn chocoladepasta. Die gaan we hier dus nu aanbrengen bij de schouders. Je ziet het al, het geeft een fantastisch dekkend kleurtje. Een chocoladepasta, vooral als je dat aflikt, geeft ja, een vanilleachtig smaakje. De eerste laag zit er al op. En zoals je ziet lijkt het nog het meest op een leren vestje. En dat gaan we er dan ook van maken. Nou, even omdraaien, jongens. We maken het voor dit geval even wat simpeler. Oh, nog een stukje. Nou, wat we het beste. Even de mosterd te pakken. Voor de mouwtjes. Het lijkt alsof we een echt t-shirt hebben. Zo. Pak de camera dat er. Mosterdmouwtjes duwen dus niet helemaal naar beneden. Gewoon een beetje hier. De andere kant graag. Hier kunnen we mouwen. En kunnen we hem even omhoog? De zijkant van het vestje. Ook de oksels niet vergeten. Hè? Oh. Andere kant graag. Goed zo.
Zo, voor de tekening gebruiken we de ketchup. Dan maken we een pijl naar beneden. Dan vind ik toch dat deze ketchup best wel dunnetjes is. Maar goed, je hebt ook wat steviger ketchup. Nou, een pijl, zodat iedereen weet waar het allemaal naartoe kan. De rest maken we af met mayonaise. Het is volume mayonaise. Je kunt natuurlijk ook gelijk mayonaise geven als je tijdens het erotisch feestje niet zo veel wil opvallen. Zo, dat helpt ook heel erg met het maken van de tekening. Zo, dat is de mayonaise. De slagroom. We maken de solepads. Mooie streep maar even. Andere kant ook. En het broodje. Het accent van de pijl. En de achterkant nog een keer. En achter het Eurosuppel logo. Aan de voorkant de pijl. Nou ja, en dan kunt u beginnen, hè. Ik zal het even voordoen. Meneer Randers, het kan even koud worden. Dat is pas lekker body paint, toch? Ik zou zeggen, veel plezier in de slaapkamer. Weer wat geleerd. En tot de volgende. Heb je honger? Heb je dorst? Heb je weinig geld? Dan loop je net langs de supermarkt. Dan hebben we hier de pasta saus van de Euroshopper. Pasta saus is dus eigenlijk bedoeld voor op de pasta. Maar je kan het ook gewoon drinken. Dan is het wat dikker. Maar het drinkt heerlijk weg. En in wezen is het een soort van groentesmoothie. Zo zou je het kunnen zien. Hè? Dus in plaats van fruit, tomaat. Maar er zit niet alleen tomaat in. Er zit ook ui in en kruiden, nou, het is best frisser. Ik kan het gewoon, zoals je ziet, naar binnen gieten. Wil je wat heter? Ja, dan doe je de tabasco in. Een paar druppels. Ik gooi hem natuurlijk weer lepels gepakt, ja. Met een schakel toch ook roeren. En dan heb je hete pasta saus. Nou, dat vult de maag. En je hebt ook carbonara saus, niet van de Euroshopper, maar van de Dirk. Die kost ook net zoals deze 90 cent. Doe maar ook een keer. Ja, bijna. Op. Pasta saus. 520 gram. 90 cent. Heerlijke saus. Heb je weer wat geleerd. Tadaa. Daar is hij dan. Euroshopper bier. Nou, Euroshopper bier is lekker goedkoop. Kost iets van 40 cent geloof ik. Hoop ik. Ik heb niet gekeken op de bon, maar dat was het altijd. Een Euroshopper bier is een tegenstelling tot het bier dat je bij de Dirk krijgt voor 40 cent. Een of andere jegerspul. Wel goed drinkbaar. Ik denk dat zoiets als Bavard, misschien is het gewoon een Heineken.
Wie zal het zeggen? Nou ja, dat. Drink lekker weg. En dan heb je natuurlijk, behalve dit soort bier, ook van die Belgische biertjes. Kriek, dat is met kersenbier of banaanbier of meloenbier. Dat weet ik veel wat voor biersoorten je hebt. Dat is heel simpel. Hoef je helemaal niet die dure biertjes te kopen. Je koopt gewoon limonadesiroop. Dit is aardbeiensiroop. En dan gooi je een klein beetje van in je bier. Aardbeienbier. En dat is best lekker. Je krijgt eigenlijk een beetje een soort drankje. Dat zoetig is. Met een beetje alcohol. En het maakt niet uit of je er nou kersen of aardbeien of sinaas in gooit. Dan krijg je dus bier met een smaakje. Niets houdt je natuurlijk tegen om te experimenteren. Je kan kruidige bieren maken. Bijvoorbeeld mosterdbier. Wie weet wat voor fantastische smaaksensaties dat zijn. Hè? Proost. Nou. Ik dacht, het is vast heel erg smerig, maar. Ja. Is een beetje smerig. Nou ja, dan maar geen mosterdbier. Weer wat geleerd. En tot de volgende keer. Even die smaak. Hey, Marco. Oh, hey. Internet troll. Wat ben je aan het eten? Ik zit aan de cornflakes. Cornflakes met melk? Nee. Cornflakes met water. Maar waarom niet gewoon melk? Dat is toch lekker, hè? Omdat er fucking melk op is! Doe er zeker veel suiker doorheen, hè? Er is geen suiker. Is dat wel lekker dan? Maar misschien wordt het wat als je er extra veel zoetstof in kankert. Marco heeft een aardbeien. Dank je, internetrol. Nou, laat me niet kunnen. Marco eet cornflakes met water. Marco eet cornflakes met water. Marco eet cornflakes, sorry. Marco eet cornflakes met water. Zij houdt niet in. Weer een internet troll dood. Die moet ik eerst schoonmaken. En dan een dag aan zijn poten laten hangen. En dan pas kun je ze eten. Maar goed. Ja, maar morgen wel wat lekkers in de koelkast. Tot die tijd. Moet ik hier maar mee doen. Hey, ik weet dat ik niet helemaal spoor, maar dat publiek van mij... Oh mijn god. Ik krijg dus af en toe ook berichtjes terug van mensen die vinden dat ik leuke filmpjes maak. Maar ook van mensen die graag een verzoekje hebben. Zoals het sigaretrookverzoekje wat ik heel creatief heb opgelost. Maar nu hebben we er dus ook een maloot bij die zich Proservige of zoiets noemt. Ik kan het niet uitspreken. En die vraagt, wil je ook een filmpje met bacon doen? Bacon? Ja, met bacon. Zeg maar ja, vooruit. Hier heb je hem, de bacon van de Euroshopper. 69 cent. Wat kun je met bacon allemaal doen? Ja, je kan er lekker mee spaghetti vreten, hè, Vogga. Wat je ook kan doen is een petje maken als het heel erg heet is. Het ligt heel erg mooi op je haar. En, oh, wacht even. Dan ben ik even Mickey Mouse. Een platte Mickey Mouse. Misschien beschermt het tegen buitenaardse stralen. Want je kan er een heel mooi petje van maken. En dan heb je het lekker koel in de zomer. Dan moet je wel oppassen dat je in het strand gaat slapen.
dat de hond het niet van je kop afvreet. Zo dus. Maar goed, dan vraag ik het dus af. Hoezo bacon, zeg ik tegen hem. Hij zegt, ja, in een pannetje. Nou, vooruit, ik heb hier een pannetje. Pakken de bacon. Bacon in een pannetje. En dan zit het dus in een pannetje. Ja, dat zit dan in een pannetje. Nee. Misschien als ik er mijn laatste restje goldstrijk in gooi. In goldstrijk zit niet alleen goud, maar er zit ook heel veel alcohol in. Dat fit. Nou ja, hier heb je dus je bacon in een pannetje. Het wordt wel heet hoor. Ik ben nog blij dat ik er niet een hele fles in heb gegooid. Ik krijg het er warm van. Ik ben blij dat ik mijn t-shirt heb uitgetrokken. Nou ja. Hier gaat onze bacon dus. In een pannetje. Hoe verzin je het? Nou ja, het eindresultaat. Gebakken bacon. In goldstrijk. En hoe smaakt dat? Goed toch? Een soort kanelsmaak, ja. Er zitten goudspikkels in. Ik weet niet of de camera dat kan zien. Bekken met goud. Ja, zit de hond er dan lekker? Ja? Nee? Nee, hij vindt het niet lekker. En dan zal ik het moeten opeten, hè? Voor crunchy. Tot crunchy en zouter. Nou, gaat eigenlijk wel. Al veel vet, maar oké. Nou. Heb je dan ook gehad? Bacon. In een pannetje. Die heeft me blij gemaakt. Ja. Jullie hebben weer wat geleerd. En tot de volgende keer. Oké. Ja. En goeiedag. Vandaag testen we de pindakaas van de Euroshopper. Nou, dat is een goede pot, 600 gram en hij kost toch maar 1 euro. Ik vind het best lekkere pindakaas. Het is iets wat je lekker op je brood kan smeren. Maar helaas kom ik meestal niet zo ver. Want ik begin er altijd met de lepel van te snoepen, weet je. Dus ja, kijk, het is best romig pindakaas. En er zitten ja, toch een aantal soorten vetten in. Ik weet eigenlijk niet wat er precies in zit. Maar het is toch anders dan bijvoorbeeld Calvee of de echte ja, hardcore pindakaas. Maar het lijkt er weg hoor, zal ik je zeggen. Hij plakt ook niet aan het gehemelte wat je bij veel pindakaas hebt. Volgens mij komt dat omdat ze er suiker in hebben gedaan, want het is best zoet. Ja. Zo'n pot, daar heb je een goede maaltijd aan. Ik zal eens even kijken wat erin zit. Nou ja, 2700 calorieën per 100 gram. Dus 100 gram, 2700. Oh nee, sorry. 675 calorieën per 100 gram. Dat is een stuk minder. Een mens heeft 2500 calorieën per dag nodig, een man. Dus 400 gram en je hebt een hele dag maaltijd binnen. Dan is dit eigenlijk twee keer zoveel.
Maar wat je er dus ook mee kan doen, in plaats van het asociaal... in plaats van het asociaal uit een pot eten, doe het in een kommetje. En dan krijg je dus Yin en Yang dubbel vla. Maar dan met chocoladepasta en pindakaas. Nou, dat is lekker. Nou, dat is best een lekker toetje, toch? Ja. Wel erg machtig, hoor. Dat zul je straks merken op de wc. Ja. Eén kommetje vol. En je hebt dus een hele maaltijd binnen. Hoef je de hele dag niks meer te vreten. En je hoeft maar de helft te reviewen. Nou, op. Pindakaas van de Euroshopper. Goeie pindakaas. Nou, dat was hem dan weer. Weer wat geleerd. En tot de volgende keer. Ik heb soms van die hele rare dromen. Nou heeft iedereen wel eens rare dromen, dat snap ik ook wel. Maar als je mijn filmpjes gezien hebt, dan kun je wel indenken dat mijn dromen wel heel raar kunnen zijn. En zo droom ik onder andere regelmatig dat ik batterijen aan het opeten ben. Het zal iets psychisch zijn, hè? Dromen, die zijn uitlegbaar. Meestal zijn dat dingen die over jezelf gaan. Dus misschien vind ik van mezelf dat ik niet genoeg energie heb of zo, dat ik dan batterijen moet opeten. Maar goed, toen dacht ik, ik heb toch een aantal batterijen gekocht. Hè. Ik heb hier bijvoorbeeld de batterij van de Euroshop. Ja, die hebben ook batterijen. En hier een andere. Usage, die zat, weet ik niet, ergens in een keyboard of zo, ik weet niet meer. Kan ik die natuurlijk ook gaan testen, hè? Dat is ook wel handig. Twee verschillende batterijen, ik kan meteen zien hoe die dingen smaken. Dan zal ik eerst maar eens beginnen met de Euroshopper batterijen. Wat een bijzel, hoor. Een ijzersmaak, ja. Je proeft ook de lithium er wel in. Een lithium batterij, hoor. Ja. Dat is nu de usage batterij aan de beurt. Ja. Dat weet ik niet. Er zit ook wel ijzer in. Maar hij smaakt wat lichter. Ik voel dat hier veel minder lithium in zit. Ik ga nog een stukje van die Euroshopper proberen. Nou, er is toch niet zoveel van over. Nou, ik moet zeggen dat die Euroshoppers eigenlijk nog wel het volste smaakte. Er zit behoorlijk veel chemisch spul in. Ook wel vrij bitter, eerlijk gezegd. En ja, hey. Ik krijg ineens heel veel energie. Goh. Nou, weet je wat? Heb je weer wat geleerd? Batterijen van de Euroshopper. Lekkere batterijen. Tot de volgende keer. Stofzuiger. Nou, vandaag zit ik aan de Engelse drop. Een Engelse drop is lekker. Met zoet, er zit suiker in.
Officieel zeggen ze altijd dat drop alleen maar in Nederland wordt gegeten, maar Engelse drop is dus niet Nederlands. Maar dat is Engels, zover ik weet. En dan zit er in drop hele leuke dingen. Deze zit onder andere suiker. Maar er zit dus ook zoethout in. En schellak. Nou, schellak, dat is een bijzonder smerig goedje. Dat zit niet alleen in drop, maar ook bijvoorbeeld op kauwgum. En op fruit, zodat het een mooi glanzend laagje krijgt. Maar schellak, dat wordt gemaakt van kleine luisjes. Kleine keverachtige luisjes. En dan met name het pantsertje van dat luisje. In grote bedrijven worden echt tonnen van die luisjes gekweekt. Die dan levend geplet worden. Waardoor je echt een rivier van bloed krijgt in zo'n fabriek. En dat bloedmengsel, dat laten ze drogen. En dan wordt het hard. Dat harde spul, dat wordt weer vermalen en vermengd met alcohol. En dat wordt dan bijvoorbeeld hierin gemengd. Of hierop gespoten, dan krijg je die glanzende laag van. Maar dus ook op de kauwgom of op je fruit. Het wordt niet alleen daarvoor gebruikt. Vroeger werd schellak gebruikt om grammofoonplaten van te maken. En het zit ook bijvoorbeeld in printplaten, omdat het zo goed isoleert. Dus dan weet je dat voor de volgende keer. Als je een dropje eet, zit je eigenlijk of verbrijzelde keverruggetjes te kauwen. Nou, lekker zou ik zeggen. Nou, heb je weer wat geleerd? En tot de volgende keer. Mm. Kent iemand hier de film 1984? Nou, proost. Eet smakelijk. Ik heb honger als een paard. Heb je ook honger? Pak maar als je wil hoor, dat is genoeg. Weet je, ik vind dit spul echt fantastisch. Het ziet eruit als vlees. Smaakt naar vlees. Er zit volgens mij helemaal geen vlees in. Fantastisch spul. 1984 is een dystopische science fiction film uit 1984. Na het boek van George Orwell uit 1948. Het gaat hier om een totalitaire maatschappij dat eigenlijk door een aantal rijken wordt bestuurd en waar de rest van de wereldbevolking dom wordt gehouden en in armoede moet leven, waar dan de illusie wordt gewekt dat er constant oorlog is en een gebrek aan goederen. En ik vind dit soort films altijd heel erg leuk, hè? Ik bedoel, je hebt Mad Max of ja, de Matrix misschien ook wel. En ja, soms dan heb ik de neiging van, goh, hoe zou dat nou eigenlijk smaken, dat eten wat ze daar de hele dag moeten eten. Dus ik heb een recept om het eten uit 1984 na te maken. Meet Mr. Spam van de Euroshopper. 99 cent. Het is zo'n beetje het goedkoopste vlees dat je kunt krijgen. En dat ziet er dus zo uit. Er kwam er iemand langs. Het is gemaakt van vleesafval. Dus zeg maar de botten, het restvlees dat wordt afgesneden. Ja, goed. Eigenlijk dat wat je in de gemiddelde Febo-frikandel tegenkomt, zit hier ook in. En je ziet het nu als blok. Maar je kent het waarschijnlijk eerder als het goedkope boterhamvlees. Kijk, ik zal er eens een plakje van snijden. Zie je? Het is dus gewoon wat je als boterhamvlees kent. Daar smaakt het dus ook naar. Maar je kent het waarschijnlijk ook als blokjes. En dan ziet het er dus zo uit. Gemaakt van dit. Als spaghetti en macaronivlees en die kan-en-klaar-pakketten. Dus je hebt het waarschijnlijk, zonder het te weten, al lang een keer gegeten. Nou, dat is een
bijna een pond, 400 gram, voor 99 cent. Dat is geen geld. Wat je daarnaast nodig hebt, is een halve liter water en 3 eetlepels meel. Dus het is gewoon meel. Je hebt al een pak meel voor 25 cent. Nou, daar kun je dus enorm veel soep van maken. Dat gebruik je als bindmiddel, maar zena mag ook. Daardoor krijg je die witte smurrie. En in dit geval een beetje slecht mengen. Het is juist de bedoeling dat je klonters krijgt. Nou, en dan als laatste doe je er een blokje soep in. Nou, dat heb je dus ook goedkoop. Pakjes van 10 stuks. 35 cent bij de Dirk. Van dat blok van 1 euro neem je zeg maar een derde. Dat snij je in blokjes. Dat is 30 cent. Dan 1 cent aan stroom. 0,0001 cent aan water. Tenzij je zo'n flesje van 51 spa blauw koopt. 3 cent aan meel. En 4 cent voor een blokje soep. Nou, 10 minuten koken. Daarna pas het vlees erin, want anders wordt het te zacht. En je hebt je 1984 maaltje. Nou, zoals je ziet is de soep klaar. Hij is een beetje donkerder uitgevallen. Dat komt waarschijnlijk door het soepblokje dat ik gebruikte. Maar voor de rest, ja, lijkt het behoorlijk veel op de soep uit 1984. Dan kun je lekker voor de stijl het etiket van je blik afhalen. Dan lijkt het een beetje op zo'n etensblik van de film. Maar je kan natuurlijk ook zo'n blik bij de dumpshop kopen. Dan is het helemaal echt. Ja, en dan scheppen maar, hè. Zo, help. Helemaal. Nou, plastic zak op tafel. Glaasje goedkope gin erbij. En proeven maar. Zo, hé. Het is inderdaad goede soep, zeg. Daar moet je kijken wat een grote blokken vlees. Nam, 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 nam. En trouwens, dat vergat ik even. De term Big Brother is Watching You komt dus uit de film 1984. Dat is dan het fictieve hoofd van de staat die niemand kent. Weet je dat ook? Een leuke film. Als je hem kan downloaden, moet je maar gaan kijken. Dan weet je ineens hoe goed je het wel niet hebt. Nou, dat valt eigenlijk wel mee met de smaak zo, hoor. Dus, goed te doen. Dus, aanradertje. Je kan het nog dunner doen dan 1984 natuurlijk. Zoals in de Matrix. Daar hebben we echt de broebelsoep. Nou, dat is dit, maar dan zonder vlees. En ja, zo smaakt het eigenlijk ook wel een beetje. Ik zou zeggen, veel plezier in de keuken. Eet smakelijk. En tot de volgende keer. Hey, hallo. Ik zit hier even speciaal op een voor mij neergezet portabele toilet. Want vandaag test ik de Euroshopper wc-papier. Nou, hier heb je dus 8 rollen wc-papier voor €2,20. Het is best goedkoop. Tegelijkertijd, om als vergelijking te testen, heb ik ook de Page Original wc-papier. En die was pot van de pielekes toch nog even maar €2, omdat die in de aanbieding was. Dan heb ik 16 rollen wc-papier.
Nou, daar kan je wel wat mee. Euroshop rollen zijn dus best wel mooie rollen. Er zit zelfs een motiefje op met bloemetjes. Oh, nou ja, en vlindertjes. En het is best goed papier hoor. Het is niet van dat krantenpapier wat je bij de NS krijgt. Het is ook best stevig hoor. Je kan goed trekken. Het is erg goed om je kont mee af te vegen, zeg maar. Het pagepapier. Het zijn wat dunnere rollen. Het is natuurlijk wel wat duurder spul. En er zit ook een motiefje op van hondjes en katjes. Ook lief gedaan natuurlijk. En het is, ja, is wel wat steviger. Het voelt bijna als katoen aan. Het is wat dikker. Maar ik vind het eigenlijk nog stugger dan het wc-papier van de Euroshop. Dat is wat zachter. Ja goed, dan kun je misschien bij page, heb je genoeg aan één velletje. Maar dat vind ik dan toch altijd weer eng. He, dan zit je vingers erin, dan zit je zelf te vingeren. Nou, gadverdomme. Stel je het even vergeet, dan lik je je vingers. Dus ik vouw mijn papiertjes toch altijd dubbel. Nou, en dan is Euroshop en wc-papier erg goed te doen. Het viel me trouwens op een tijd geleden dat er merken waren die precies hetzelfde motief als Euroshop hadden. Wat dus inderdaad betekent dat het gewoon allemaal uit één en dezelfde fabriek kwam. Ik had dus een vriend die had precies hetzelfde wc-papier met precies hetzelfde motief. Maar dat is wel even voor 3 euro uit de winkel gehaald. En dan voor 4 rollen, weet je wel. Niet echt zo'n hele batch zoals wij dat hebben. Nou kijk. Is de page toch nog gescheurd? Nou, dat is toch... Ja, je mag het dus best nog wel dubbel vouwen, ook dat page. Euroshop daarentegen is nog mee, wacht. Ja, deze page hier, die is nog helemaal heel. Het kan dus wel. De Euroshop daarentegen is nog helemaal heel. Dan vraag je af, wat voor rare kleuren hier op dat wc-papier? Nou, ik zou je eerlijk zeggen, filmpjes maken van zo'n leuk publiek als jullie, dat is best wel eng. Je weet nooit wat er kan gebeuren en wat je te wachten staat. Dus ik scheid echt letterlijk 7 kleuren stront. Maar wc-papier is niet alleen maar goed om je reet af te vegen. Je kan er ook een hele mooie karateband van maken. Voor als je gaat vechten of zo. Een beetje voorzichtig vechten. Maar hi-ha! Ja, je ziet het. Maar je kan ook een Euroshopper ketting, een Euroshopper wc-papier ketting, of een sjaaltje. Dat gaat erg handig, dan loop je buiten. En als je dan plotseling moet, dan heb je meteen wat om mee te scheiden. Dan heb je dus het motiefje van de Euroshopper, of het wat lichtere, van page. Dan kan je mee op feestjes verschijnen. Maar ook bijvoorbeeld voor de dames, hè, stel je hebt even geen maandverband, dan heb je hier je maandverbandje. En als laatste is het natuurlijk ook heel erg praktisch voor ons jongens. Hè? Voor wat laat je al die lauwe kum als er geen wijf in de buurt is om het in te storten. Nou, in je wc-papier natuurlijk. Nou, ik zou zeggen, wc-papier ze, ik ga doortrekken. Weer wat geleerd en tot de volgende keer. Brains. En vandaag test ik die English Breakfast Tea van de Euroshopper. En dit is duidelijk nog een Euroshopper verpakking die niet nieuw gedesigned is. En toch kun je die nog steeds kopen.
Ja, nou, het is gewoon thee, hè? 20 keer 4 gram, 80 gram. Tegenwoordig wordt voor ons alles gemakkelijk gemaakt. Het sommetje staat gewoon op de zijkant. Ja, nou, voor de rest, ik weet eigenlijk niet wat hij gekost heeft. Maar, nou ja, het zal zoiets rond 40, 50 cent zijn, denk ik, hè. Bij Dirk heb je thee, die kan ik op dit moment niet vinden, die kost zelfs 28 cent. 28 cent van doos thee. Ja, wat voor thee is het? Nou, het is gewoon thee, hè. Ik bedoel, ik persoonlijk, ik proef geen verschil met Pickwick. Misschien dat het allemaal wat gruiziger is, ik weet het niet. Nou, een glaasje water. Wah. Thee erin. Zoetjes erbij. Dan moeten de zoetjes het wel doen. Oh, ze doen het wel. Niks gevaarlijkers dan zoetjes die er wel in vallen, maar die je niet ziet vallen, hè. Want dan, dan denk je dat hij het niet doet en doe je er 10 in en dan... Ja, 4 gram. Moet ik even kijken. Dat is toch voor een hele pot. Er staat een kopje op. Ik weet niet precies of zo. Maar hoeveel koolhydraten zitten dan in de thee? Nul. Nul. Nul koolhydraten. Hier zit minder in dan Coca-Cola Light. Doe maar. Nou. Officieel moet je thee echt een paar minuten laten trekken, maar dat doen we niet aan. Want dan wordt de thee bitter. En geen wonder dat de Engelsen er dan melk doorheen moeten, ja. Maar Engelsen zijn wel vaker gek. En in principe kan ik hier gewoon nog één thee van zetten. Zullen we dat doen? Dat ik hem in een doosje doe, zo. Gaan we ondertussen proeven. Ik heb er al wat koud water bij gedaan, want ik heb zo'n waterkoker en ik kan niet zo goed tegen kokend water, dan verbrand ik altijd mijn mond. En nou nog steeds is hij te heet. Maar... het smaakt naar thee, oh wonder. Ja. Ja. Ik zou zeggen lekker. Nou. English breakfast tea. Het is niet dus een type thee of zo. Ik denk dat het dat eigenlijk is dat... dat het geen echt, bedoel, dat het eigenlijk gewoon een aantal theesoorten door elkaar zijn, die ze over hebben gehouden of zo. Hè. Normaal is het Earl Grey, of is het dit, of het Ceylon dat. Dit is gewoon breakfast tea. Nou ja, no problem. Lekkere thee. Heb je weer wat geleerd? Tot de volgende keer. Zo, daar zijn we weer. Het is ochtend en ik heb honger. Dus ik ga eventjes iets lekker snacken. En dat wordt vandaag de Camembert van de Euroshopper. Het is een handig snackje. Het is 250 gram. Nou, het is net goed voor één maaltijd. En, ik heb hem even in de magnetron gelegd. En ja, dan ben ik bang dat ik het iets te lang heb gedaan. De bedoeling was dat hij wat warmer werd, weet je. Ja, het koffiezetapparaat blijft maar lopen. Nou heeft hij er eigenlijk anderhalf minuut in gelegen. En het is eigenlijk veel te lang. Wat is Camembert eigenlijk? Camembert is een soort kaas. En wat heel veel mensen blijkbaar niet weten, en dat geldt eigenlijk voor de meeste kaas, is dat het eigenlijk verschimmelde melk is. Dat wil zeggen, je hebt de bestanddelen caseïne. Daar komt de naam kaas vandaan. En dat wordt uit de melk gehaald en daar komt een schimmel bij. En dan gaat het eigenlijk rotten. Eigenlijk is dit dus rotte kaas.
waar zeg maar de, ja, de casine of de melkvet of de suikers omgezet zetten. En daarom smaakt hij ook zo bitter. Het is precies hetzelfde met alcohol en wijn. Want wijn is eigenlijk gewoon rotte druivensap. En dit is dus verschimmelde melk. En daarom is het ook zo gushy. Ja, dat, nou goed, we gaan ons eerste hapje doen. Ik hoop dat het maar niet verbrand, want het is een beetje heet. En je moet hem dan niet te lang in de magnetron leggen, want dan wordt hij een beetje ronzig. Dat is wel jammer. Maar ik geloof dat ik net mijn geluk heb gehad. Je kan hier wel zien, als je, het smelt erg snel. En het is dan een soort vet. Even kijken. Het loopt nog, ja, het loopt wel een beetje. Kijk, het klapt. Er zit best wel veel vet in, geloof ik. Even ruiken. Nou ja, 100 gram, laat even zeggen, per 100 gram is het 260 calorieën. Dit is 240 gram. Laten we zeggen dat zo'n kaasje 700 calorieën is. Dat valt eigenlijk wel mee, 52 gram is vet. Ja, nou ja, maar het is best wel vet. Nou, er zit een patat ook wel hoor. En als je honger hebt, dan kun je beter dit eten dan patat. Want patat, ja, dat is een koolhydraat. Dat wordt heel snel verteerd. Dan heb je zo weer honger. En dit vult je maag. Ik heb een tijd lang een Atkins dieet gevolgd. Waarbij je dus alleen maar vlees en vet eet. En geen koolhydraten. En daar viel ik ook inderdaad van af. Alleen het punt was dat alleen vlees en kaas en vis eten, ja, dat is toch vrij eentonig. En daar hou je het na een jaar eigenlijk niet op vol. Na een tijd ben je wel eens een stukje cake. Of je wilt een aardappel. Maar dat mag niet. Na een tijd, ja dan. Ga je dat toch doen, dan gaat het mis. Maar tegenwoordig moet ik het dus mee oppassen. Want tegenwoordig eet ik weer normaal en ik eet alles. Maar er is dus een tijd geweest dat ik op één dag gewoon vier van deze dingen weg had. Nou, laatste hapje. Hop. Ja, het is gewoon camembert. Je hebt betere camembert. Als je de camembert van 2, 3 euro koopt, daar zit wat meer karakter in. Dat kun je ook een beetje krijgen door dit een paar dagen te laten staan. Of een paar weken zelfs. Want kaas, dat, ja. En dat rijpt eigenlijk alleen maar als je dat bewaart. Dat kun je ook gewoon buiten de koelkast bewaren. Dat is misschien zelfs ook belangrijk. Dan wordt hij wat sterker. Ja, voor gewoon even te eten of een broodje, niks mis mee. Nee, dat was hem. Weer wat geleerd en tot de volgende keer. Daar zijn we weer. En kijk, heb je gezien daarachter? Dat is mijn nieuwe keuken, mijn mini keukentje in de woonkamer. Zodat we meer interessante dingen kunnen testen. En ik kom net van de winkel. En dus vandaag ga ik testen. Ook omdat we 50.000 kijkers hebben. Catfood Fishmix van de Euroshopper. Ja, daar zie ik Boekie nergens meer. Dus wie gaat dat testen? Robin natuurlijk. Kijken, doos open. Nou, hoe ziet het eruit? Nou, het zijn zelfs meerdere kleurtjes. Nou, voordat een hond iets krijgt, hoor je die dingen altijd zelf te testen dus. Nou, vrij hard. Er zit wel smaak, er zit een beetje een soepsmaakje aan.
Een lekkerste kattenvoer is Whiskas. Maar ja, dit kost 1,30 €. Whiskas kost 3 €. En bovendien, mijn dieren krijgen niet alleen goedkoop droogvoer, maar Robin mag altijd mijn bord leeglikken, achteraf. En daarnaast krijgen ze af en toe gewoon een vleesje. Ik heb gewoon rundvlees, varkensvlees of kip. Heb ik in kleine blokjes in de vriezer liggen. En die gaan dan een minuut in de magnetron en dan zijn ze weer ontdooid. En dan krijgen ze dat. En kijk eens wie daar aankomt. Pokkie. Kom maar. Nou, proef. Nou, dus hebben we er niet veel zin in. Er wordt gegeten beneden. Robin houdt niet zo van de camera. Kattenvoer van de Euroshopper. Ja, ze eten het wel. Lekker kattenvoer dus. Heb je weer wat geleerd? En vandaag testen we de beef ragout van de Euroshopper. Nou, wat is nou eigenlijk ragout? Dat is eigenlijk heel simpel en daarom is het ook zo goedkoop. Het is gewoon water met meel en soep, hè, en kleine stukjes vlees. Eigenlijk is ragout een hele dikke soep. Je kent het waarschijnlijk wel als champignonsoep of als aspergesoep. En dat is gewoon soep waar ze meel bij hebben gedaan, waardoor het wat dikker is. En hier hebben ze dus eigenlijk heel veel meel bij gedaan. Net zoals dat je bijvoorbeeld heel veel brint aan je melk kan doen, zodat die lepel zo vast zit dat je met de lepel de pan kan optillen. Nou, dit is eigenlijk hetzelfde. Het is gewoon dé dikke soep. En eigenlijk smaakt het dus ook als soep. Nou, dat kun je dus rauw eten. Ik heb hem alvast even opengemaakt. Kijk, en dan is het een beetje gelatine puddingachtige zooi. Eigenlijk zou je het dus ook gewoon puddingsoep kunnen noemen. En dat kun je dus rauw eten. Ja, eigenlijk is het helemaal niet rauw, want alles wat in blik gaat, wordt eerst gekookt. Dat hoort bij het conserveringsproces. Is dat lekker? Nou, het is niet vies. Het is te doen. Het is lekker massief, hè? En voelt je maag. Zo'n blikje kost ook maar 60 cent of zo. Maar als je het dus opwarmt, dan wordt het dus dun. En dan kun je het in van die kuipjes stoppen of op je brood. Maar je kan het ook als soep eten. En als je er dan bijvoorbeeld water bij doet, en dan goed klopt, want anders krijg je klonters, dan wordt het eigenlijk gewoon weer een soort aspergesoep. Kijk, ik heb het in de magnetron gedaan. En water bij gedaan, achteraf even geroerd flink. En nu is het soep geworden. In wezen is een blik ragout dus een blik soepsiroop. Ja, het is gewoon soep. Ja. En het smaakt naar soep. Je hoeft er zelfs nog geen zout of peper bij te doen. Al die kruiden zitten erin. Het heeft wel wat weg van die soep uit mijn 1984 filmpje. Ja, ik denk dat je op die manier uit één blik wel 2 liter soep kan maken. Slim toch? En misschien doe je er dan nog asperges of champignons doorheen voor de stijl. Op zich zit je helemaal goed mee. Ook lekker als sausje. Over je aardappelen of over je vis. Ja, goedkoop kan haast niet. Ik zou zeggen, soep ze. Heb je weer wat geleerd. Tot de volgende keer. Oh, hey! Ja, ik ben maar aan het scheren, want dat moet ook gebeuren. Ik bedoel, de haakjes staan. Totdat ze niet meer staan. En ik dacht, dat kan ik ook voor de camera doen, want vandaag test ik de...
slagroom van de Euroshopper. 79 cent. Ja, dat, de rest dat doe ik later wel. Ik wilde eerst een kaarsje gaan testen, maar die zijn er niet. Dat komt morgen. Ja, wat kan je allemaal met Euroshopper slagroom doen? Ja, scheren, dat zag je net al. En ja, het is ook een hele goede zalf. Als je een beetje droge huid hebt, dan kun je zeg maar een heel mooi masker van maken. Fantastisch voor spelletjes in de slaapkamer. Kom eens hier met die arm. Lekker voor in de koffie. Of zoals vaak gewoon. Nou ja, het smaakt gewoon wel naar slagroom. Het is dus geen slagroom, tenminste. Het heet Topping Blend. Wat waarschijnlijk inhoudt dat ze het van melkbestanddelen hebben gemaakt. Of met overschot en dan weer aangereikt. Ja, je kent dat. Boeien. Het smaakt naar slagroom. En daar gaat het om, hè. Niet alleen mensen houden van slagroom. Hè? Als ik slagroom in huis heb, moet je kijken. Ja. Dit is Poekie. En Poekie houdt niet van water, en niet van douchen, en niet van nat, en niet van regen, maar slagroom. Wat is dat een aan? Kijk eens wat ik mag. Kijk maar op. Moeten schudden. Jezus. Is hij nou al op? Ik dacht het niet. Want het drijfgas in dit soort flessen is stikstofoxide. Oftewel lachgas. Oh nee, wacht. Er zit nogal wat in. Oh, ja, dat was dus de Euroshopper Topping Blend. Lekker spul. Voor herhaling vatbaar. En voor de rest, tot de volgende keer. Oh. En je kunt er natuurlijk ook fantastisch je haren mee wassen. Shit, momentje. Hallo, hallo, mijn naam is een kamerbeer van de Euroshopper. En mijn naam is een mes. En mijn snee de midden eruit. Uit de kamerbeer. Midden eruit. En dan krijg je een broodje. Op dat broodje, je doet groente. En een kipburger uit de magnetron. En wat uitjes. Een lepeltje mayonaise. Ketchup. En voilà. En klaar is de kamerburger. En die is lekker. En zo heb je ook nog konijntjes. Kamerburger van de Euroshopper. Lekkere kamerburger. Nou, heb je weer wat geleerd. En tot de volgende keer. En vandaag
testen we de sweetener van de Euroshopper en de sweetener van Natrena. Nou, allebei zijn kunstmatige zoetstoffen. Deze is een stuk goedkoper. Deze kost 82 cent. Deze kost 3,50 euro. Maar hier ga je ook flink lang mee doen. Hier doe ik flink lang mee. Ik gebruik dit voor in de koffie. En heel af en toe als ik iets zoets in het eten wil hebben, zoals pap. Alleen het probleem is dan dat je zo'n pilletje eerst een beetje met heet water moet oplossen. Voordat je dat dan door je pap heen kan doen. Want anders dan heb je de kans dat je op zo'n pilletje bijt. Omdat die nog niet helemaal opgelost is. En dat wil je echt niet hebben. Want dit spul is ongeveer 1000 keer zoeter dan suiker. Ik zal er eentje voor de gein in mijn mond doen. En dat is echt het gevoel nu. Alsof je gewoon 5 scheppen suiker in 1 keer in je mond doet. Dat wordt zo zoet, dat is bijna bitter. Deze hier is zo niet erger, want hier is het al vloeibaar. En in deze moet het dus eigenlijk nog oplossen, wat heel snel gebeurt hoor. En als je deze een slokje van neemt. Oh, het is net alsof je vloeibaar staal naar binnen krijgt. En dat slaat ook heel erg bitter naar je tong uit. Dat komt omdat je tong echt een overkill aan zoetstof binnenkrijgt. Nou is dit dus geen suiker. Het is dus een chemische suiker. Of dat wil zeggen, het is een eiwit. En hier zit bijvoorbeeld saccharine in. En in deze zit ook saccharine en cyclamaat. Dat zijn eigenlijk al zoetstoffen die al bijna 100 jaar oud zijn. Dus het bestaat al heel erg lang. En daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Er zijn tijden verhalen geweest dat je daar kanker van kon krijgen. Nou, sorry hoor. Volgens mij krijg je al kanker door onder een lamp te gaan zitten. Dus tot nu toe is er eigenlijk nooit wat van uitgekomen. Maar ja, je weet nooit helemaal hoe je de maatschappij en fabrieken kunt vertrouwen. Goed, suiker is ook slecht voor je. Dus wat moet je dan? Het mooie van deze suikers is dus dat er praktisch geen calorieën in zitten. Dit wordt dus ook bijvoorbeeld gebruikt in de Cola Light. Hè, van de Euroshopper, maar ook van Coca-Cola. Hoewel daar meestal aspartame in wordt gebruikt. Wat als merknaam beter bekend is als Nutrasweet en Xylitol. Wat je dus ook bijvoorbeeld in suikervrije kauwgom en ja, andere producten hebt. Er zitten dus eigenlijk zo goed als geen calorieën in. Die zitten er wel in. Maar omdat het zeg maar 1000 keer zo sterk is als suiker, zit er dus ook 1000 keer minder in. Hè. Je hoeft maar 1000ste deeltje aan calorieën van een suikerklontje te gebruiken. En vooral met dit, 1 scheutje is genoeg voor een hele kop koffie. Nou is het wel iets waar je aan moet wennen. Dat vind ik tenminste. Het smaakt een stuk beter in de thee dan in de koffie. Maar als je een tijd lang bijvoorbeeld Coca-Cola Light hebt gedronken en daaraan gewend bent, en je doet daarna dit soort pilletjes in de koffie, dan merk je daar helemaal geen verschil meer bij. Ik persoonlijk heb absoluut niet meer door dat ik pilletjes in plaats van suiker in mijn koffie heb. En het is zelfs zo dat omdat ik er ondertussen aan gewend ben en ik krijg wel suiker in mijn koffie, dat ik toch even iets van vreemd smaakje. Dus het is puur een kwestie van gewenning. En nou is er nog een ander nadeel aan dat spul. En dat is dat men ontdekt heeft dat door het eten van dit soort voedstoffen, waar dus eigenlijk geen calorieën in zitten, dat je hersenen wel degelijk denken dat je calorieën binnen hebt en daardoor speeksel gaat opwekken, je maag op gang brengt. Daardoor komt je stofwisseling op gang en dus krijg je eigenlijk daardoor toch weer honger, waardoor je meer gaat eten. En je ziet toch ook heel vaak dat mensen die pilletjes in een koffie doen, dat zijn meestal dikkere mensen, die vallen dan toch niet af. Maar dan zeg ik bij mezelf, ja, oké, ik kan dus kiezen tussen dat ik 500 kilo weeg of 150 kilo weeg. Ja, toch altijd het verschil tussen lopen en liggen, hè? Nou, ik zou zeggen, sweetener van de Euroshopper, pilletjes, lekkere pilletjes. En sweetener van de Natrena, vloeibaar, lekker vloeibaar. Heb je weer wat geleerd? Tot de volgende keer.
Een pak in de keuken. Want... Vandaag test ik de scharlijssalade van de Euroshopper. Ja, scharlijssalade. Dat wordt van scharlei gemaakt, zeggen ze. Nou, ik heb zo'n scharlijboerderij gezien. En er is echt nauwelijks verschil tussen een legbatterij, hoor. Je hebt echt gewoon een zaal en er zitten echt duizenden kippen. Ja, ze kunnen lopen zoals je kan lopen op die 2 minuten stilte op de dodenherdenkingsdag op de Dam. Wat dat betreft wordt het tijd dat we naar geprint vlees toe gaan. Iets wat tegenwoordig al met nieren van mensen gebeurt. Er komt nog een keer een filmpje. Maar ook natuurlijk met dierenvlees kan. Ja, die eiersalade. Wat zit erin? Nou ja, aardappel, mayonaise en inderdaad best veel ei. Nou, dat kun je lekker op een toastje doen. Ja. Lekker fris. Vroeger was de eiersalade van de Euroshop een beetje muf. Dat is niet meer. En tegelijkertijd zijn de producten van de Euroshopper duurder geworden. En dat vind ik weer minder. Hè? Bijvoorbeeld die Euroshopper cola die ik een jaar geleden testte. Die was echt maar 28 cent. Die is nu 48. En een heleboel dingen die vroeger 60 cent waren. Zijn nu 70 of 80 cent. Maar je merkt wel dat de kwaliteit ermee ook op vooruit gaat. Dus misschien hebben ze bij Euroshopper nu zelf ook door dat ze een designmerk zijn. Die eiersalade kan natuurlijk ook gewoon met de lepel. Of in dit geval met de voorketen. Als je haast hebt. Nou, ik moet zeggen. Het is een goede hap. Deze kan ik helaas niet opeten. Want we hebben maar 1 bak en de rest voor de huisgenoot. Maar goed. Dan doen we toch de helft. En zeg gewoon dat er 2 porties zijn. Zo kan het ook. Nou, half op. Die scharrelijssalade van de Euroshopper. Lekkere scharrelijssalade. Heb je weer wat geleerd? Oké. Na alle ranzige en viezige verhaaltjes over urine en boter in je koffie. Nu iets handigers. En dat is melk. Of eigenlijk... melksiroop. Want dat is in principe wat koffiemelk is. Koffiemelk is ingedikte melk. Het is melk dat ze verhit hebben, waardoor water uit is verdampt. En er dan eindelijk een minder dikkere melk is overgebleven die je dan in je koffie doet. Dat houdt dus eigenlijk in dat als je het verdunt met water, je uiteindelijk weer melk krijgt. En ik zal het even gewoon laten zien. En je neemt gewoon een glas en dan doe je koffiemelk in. Ongeveer de helft. En dan doe je dan zeg maar de helft water bij. En tadaa! Daar is je melk weer. Het is wel belangrijker als je dat doet, dat je de koffiemelk pakt die nog vol vet is. Want ja, een gedeelte van de smaak van melk is het vet. En als je zeg maar magere koffiemelk gebruikt, dan krijg je wel heel erg magere melk. Maar melk is meer dan alleen vet. Het zijn melkbestanden en kalk. Dat zit hier dus allemaal weer in. Je hebt nu gewoon een glas melk. En die smaakt ook gewoon naar melk. Alleen, hij smaakt iets anders. En dat komt omdat tijdens het indikken van de melk, ontstaat er een bepaalde vorm van karamelliseren. Er zit namelijk 40 gram suiker in een liter melk. En ja, als je daar dus een halve liter koffiemelk van maakt, dan wil die suiker eigenlijk door die verhitting in karamel veranderen. Daarom smaakt koffiemelk toch ietsjes anders dan gewone melk. En dan is het nog gepasteuriseerd ook. Maar ja, of gesteriliseerd. Maar als je pudding maakt of pap of cornflakes en dat soort dingen, dan is deze melk heel goed te gebruiken. Dan heb je weer wat geleerd?
tot de volgende keer. En hoi, als voedselwarentester heb je soms wel de voordelen boven andere mensen. En vandaag heb ik een heerlijk voordeel, want ik heb hier een wereldpremieur. Hier hebben we de Euroshopper filtersigaretten. Ja, dat is wel een leuke natuurlijk, hè. Folie eraf. Dan gaan we met de eerste sigaret beginnen. Ja, ze zien er heel erg sigaret uit. Dat hadden we ook niet anders verwacht. Je hebt wat meer goedkopere merken. Euroshoppers kosten trouwens maar €3,50. Dat je dat weet. En, ja. Ja. En dat was één. Ze zijn niet al te sterk. Maar ja, goed, dat kun je wel verwachten. Maar smaaktechnisch. Ja, waarschijnlijk komen deze sigaretten gewoon uit de stal van Marlboro of twee. Ja, ik geloof dat Euroshop een Belgisch merk is. Dus het zal wel Belgas zijn. Maar dan herverpakt, je kent dat. 3. Ja. Het is niet al te makkelijk hoor, zo'n tester. Als je een stalen sigaret aan wil steken, steek je hem aan. Maar dan zonder hem in de vlam te houden. Die brand nog. Kan ze ook heel goed zonder filter roken natuurlijk. Dan is het wat sterker en dan smaakt het wat meer naar tabak. Veel Zuid-Europeanen hebben daar een andere methode voor. Die rollen het filtertje eruit. En dat doe je eigenlijk door het filter tussen duim en wijsvinger een beetje los te draaien. En dan kun je na een tijd het filter er gewoon uittrekken. Maar dan hou je dus wel de buitenkant over. Dat staat dan blijkbaar stoer. Dan kun je wel zwaar roken. En toch met struil. Ik weet een leuk trucje. Ha, het ging iets te ver. We moeten toch ietsjes korter. Die as kan ook heel lekker zijn. Als je geen asbak hebt, zitten ook vitamintjes in. Mm. Ja. En moet die nog niet branden, hè? Nee. Komt die herkans in. Wat een pret met een sigaret. Als laatste gooi je gebruikte filterpeuken niet weg. Hè? Maar daar heb je natuurlijk weer bugcheck van. En dan kun je eigen sigaretten rollen. Mijn ervaring is 3 tot 4 bugcheck sigaretten.
is er een gewone sigaret. Het rolt een beetje raar. Het is sexy, toch anders in elkaar. Het ruimt. En zo kun je de late uurtjes toch nog door blijven roken. Nou. Op die Euroshopper sigaretten mogen de best zijn. Nou, weer wat geleerd. En tot de volgende keer. We nemen een zak meel. Een bak met water. Dat meng je door elkaar. Doe een klein beetje boter doorheen. En een beetje zout. En als einde nog een zakje met schimmel. Oftewel gist. En wat krijg je dan? Na een tijdje bakken een brood. Dan zijn er mensen en bedrijven die echt tot 3-4 euro voor een brood durven te vragen. Maar niet zo bij de Euroshoppen. Bij de Euroshoppen heb je brood voor 65 cent. Nou vind ik dat nog steeds een beetje duur. En daarom heb ik altijd een zak met stickers bij me. Nou, als je hier erop plakt, dan plotseling kosten ze nog maar 40 cent. 40 cent van heel brood. En dat is precies hetzelfde brood dat je ook voor 2 euro koopt. Waarom zou je het dan doen? Misschien heb je geld of zo. Nou, wat kan je er allemaal op smeren dan? Nou, bijvoorbeeld het middenstuk, het zachte gedeelte van de Camembert. En, ach, wat heb ik hier nog meer liggen? Groenten. En uitjes. En nou, ik heb nog een stukje kipburger over. En, oh, kijk, hier ligt ook nog. Mayonaise. Oh, wacht. En toch bezig zijn. Nog ketchup. Lekker ketchup. Ja. En klaar is de Euroshopperburger. Die zijn lekker. Slokje Euroshopper koffie. Ja. En mijn ochtend is weer perfect. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer ongekende mogelijkheden. Zoals een broodje tomaat. Ook lekker fris. Een tosti met ei en spek. Ja. Een boterham met pindakaas. Een boterham met chocoladepasta. Een tosti met kaas en tomaat. Een boterham met pindakaas en chocoladepasta. Een tosti met ei, spek, kaas, tomaat en mayonaise. En een boterham met pindakaas en chocoladepasta. En een boterham met chocoladepasta en pindakaas. Een broodje smalt. Nou. Op. Ik zou zeggen. Euroshopperbrood, lekker brood. Heb je weer wat geleerd? Tot de volgende keer. Als de vulling nog blij dat ik niet een hele fles in heb gegooid, ik krijg het er warm van en ben blij. Huh? Proost. Ja, was weer een topper van de Euroshopper met de Euroshop. Ik dus ben boud en beleg. Ja, was echt geen flopper van de Euroshopper, want de euro is nog lang niet dood. Of zoiets.